Het ministerie van Defensie heeft 92 militairen bevorderd in een naast hogere rang. Het gaat om manschappen, onderofficieren en officieren. Volgens defensieminister Matura is het van groot belang dat de defensieorganisatie beschikt over gemotiveerde en betrokken militairen. Voor de verandering geldt niet het vermogen, maar de motivatie van mensen. Dat kan wanneer u op tijd geven, wanneer u dat wij u op tijd geven waar u aanspraak op maakt, benadrukte de bewindsvrouw. Het ministerie probeert met beschikbare middelen zoveel mogelijk zaken gerealiseerd te krijgen. Kolonel Kiwasen, bevelhebber van het Nationaal Leger, deed evenals de minister wederom een oproep aan vooral de officieren om meer dienstbaar leiderschap te etaleren. De legertop wees de militairen erop dat het onverantwoord en onvolwassen gedrag is als er wordt gezegd dat de leiding niet geeft om haar mensen. Als dat zo was, zouden wij niet voor de vierde keer dit jaar hier staan om personeel te bevorderen. En natuurlijk, de organisatie moet veel meer krijgen, maar dat komt wel, aldus Kiwasen.